En super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En vergeet hieronder gelijk hier niet te abonneren. Maar in deze video ga ik jullie lekker over praten over Novalis. En ook nog wat ik straks ga doen. Ja, nou, Novalis. Ik heb vandaag Elise gehad. Tot en met 11 uur had ik horeca gehad. En daarna... En daarna had ik gelijk een decor. Dat was Novalis. En nu? Ja, ik kwam thuis van Novalis door Andrew, het vervoer van Novalis. Want ik was gelijk naar boven gegaan om het om te kleden. Want als je hier ziet, ik heb een PSV-laken. Want ik heb net gezwommen. Ja, want dit tipje kun je ook goed even bij je pakken. Want als je gelijk thuis bent van je werk of van school, trek je zwembroek aan en ga lekker in het zwembad. Ja, of iets anders wat je hebt. Nou ja, ik ga zo meteen daar even omkleden. En morgen ga ik scheren. Want morgen ga ik weer naar Novalis. Op een zaterdag. Want dan heb ik weer optredens. Maar op zondag krijgen jullie te horen. Op zondag krijgen jullie te horen wat wij gedaan hadden. En maandag komt een muziek online. Ja, dus ik ben helemaal meer voorbereid. Ja, nou, ja, ik heb niet heel veel te vertellen. Nou, voor een klein dingetje, ik heb wel 2 tipjes. Het is kort. Tip nummer 1. Als het lente en zomer begint, dan moet, als het te warm wordt in je huiskamer of in je slaapkamer of je kantoor wat je hebt, ik doe dit hier even overnieuw, want er was net een klein foutje geworden. Tip nummer 1. Als je lente en zomer is, ga je niet te veel bellen. Want als je te veel belt in je kamer of in je kantoor, waar je ook zit, veel te warm daarvoor. Maar als je iemand wil contact willen hebben, stuur dan een spraakberichtje. Of je gaat gewoon even lekker appen, dat is alles. Tip nummer 2. Want stel eens voor, je bent een beetje boos om iemand anders, of je bent een beetje woes, of je bent een beetje mopperig. Dat is ook hartstikke te warm voor. Want als iemand even blijft mopperen of bozeren of iets anders, doe het gewoon niet. Hou het gewoon netjes. Als iemand vraagt om iets mee te doen, zeg je geen nee, dan zeg je gewoon even ja. Want je moet nooit af en toe wat je commentaar geven tegen iemand anders. Ja, dat waren deze 2 tips. Nou, dan ga ik deze video nou weer ook weer even afronden. Want vond je ook een hele leuke video. Morgen ben ik er weer in de ochtend. Dus ik heb maar 1 ding te zeggen. En dat is... Later!